Daar kunnen beestjes in kruipen en dan hebben ze het lekker warm. Beestjes onderzoeken en bestuderen. Dat deden kinderen vandaag op Noorderzon samen met de jonge onderzoekers. Zo werden bijvoorbeeld insectenhotels gebouwd. Dit om kinderen meer bewust te maken van de wonderen van de natuur. Daar hebben we vlinders, koolwitjes. Die zijn vannacht uitgekomen en hier zit een vlinder die is echt net uit zijn pop gekomen. Dus die moet nog zijn vleugeltjes moeten nog opdrogen. De vlinders die leven laten we vanavond vrij en die kunnen dan gewoon plantsoen in. Hier hebben we wandelende takken in zitten. Dus daar zit één hele grote wandelende tak in. En hier zitten meelwormen en meelkevers in. Ook konden kinderen met een speciaal cameraatje een vlinder van wel heel dichtbij bekijken. Kijk, we hebben toevallig nou het zwarte plekje op de vleugel, maar we kunnen ook hier gaan zitten. En dan zie je dus hoe het op het witte stuk eruit ziet. En wat vond je ervan? Heel cool om te zien. Omdat je ziet alles van groter en als het in de lucht is, kan je dat niet goed zien. Hier zijn we. Kinderen kunnen een insectenhotel maken van een oud melkpak of van een oud waterpak of van een pringelsbus. En die kun je buiten ophangen in de zon, zodat er allemaal verschillende soorten beestjes op afkomen. Emily neemt haar insectenhotel mee naar huis. Maar deze jongens gaan nog even op zoek naar dierengeluiden. De activiteiten van de jonge onderzoekers worden tot dinsdag georganiseerd.